Nou. We zitten nu in Aalten bij de skatebaan met een groepje bikers, ja, BMX'ers uit Lichtenvoorde, hoor ik toch? Ja. Ik zou zeggen, dan geef ik even microfoon even door en dan stellen jullie je even voor. Ik ben Timo Ballen, 13 jaar oud en ik fiets graag. Ik ben Wouw Leemreizen, ik ben 15 jaar oud en ik fiets ook graag. Ik ben Noud Grachtenveld, ik ben 12 jaar oud en ik fiets ook graag. Ik ben Niels Teunissen, ik ben 16 jaar oud en ik fiets ook graag. Nou, ik ben Maat Immink, ik ben 14 jaar oud en ik fiets ook graag. En ik ben Sabino Heemskerk en ik ben 14 jaar oud en ik fiets heel graag. Wat doen jullie niet in Lichtenvoorde, maar in Aalten? In Lichtenvoorde hebben we geen skatepark. Er is geen skatebaan in Lichtenvoorde? Nee, dat is er wel nodig. Ja. Waarom is er geen skatebaan in Lichtenvoorde? Ik heb geen idee. We zijn al wel een keer naar de gemeente geweest. Maar ja, ze moeten nog wachten. Of ja, ik weet niet. Maar we moeten nu elke keer naar Aalten fietsen of naar Winterswijk om te BMX'en. Maar ja, dat is wel jammer. Dus daar is eigenlijk ook niet aan skaters of zo gedacht in Lichtenvoorde? Nee. Maar waarom? Kunnen jullie dat, hebben jullie daar een idee waarom ze dat niet doen? Ik heb geen flow idee. Wij zouden het wel leuk vinden, maar ik weet niet hoe hun erover denken. Ik weet ongeveer waarom het niet is. Ik denk dat, dat ze het weg hebben gehaald, want er was eerder wel eentje, best wel mooie. Alleen toen gingen daar van die, hoe noem je dat, van die... hangjongeren, die een beetje gingen roken en wieten, draaien, dat soort dingen. Die gingen daar gewoon een beetje hangen, waardoor het best wel linker plek was voor jonge kleine kindjes dan. Maar ja, lijkt mij dat de oplossing duidelijk is dat er gedurende overdag eigenlijk de tijden zeg maar een beetje meer toezicht moet komen, toch? Ja, dat hoeft niet per se. Maar de mensen kwamen dan met scooters en alles en zo. Ja, als je daar komt, dan word je zeg maar gewoon weggestuurd door hun. Ja, maar hoe heeft de gemeente hierop gereageerd? Dat jullie zijn er geweest en jullie hebben het voorgedragen, maar hoe reageren zij erop? Nou, ze zouden ons een berichtje terug doen. Een mailtje van als ze erover hadden gepraat, maar we hadden nog geen mailtje terug. Dus eigenlijk moeten we nu weer een keer daarheen om het weer voor te stellen. Ja, nee, ja, het zijn politici. Laten we eens eerlijk zijn, het zijn politici die bij de gemeente werken. En helaas vergeten ze jongeren en kinderen veel te vaak. Dus ik denk het is wel handig als jullie ze nog eens een keer op de tenen gaan staan. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, mijn moeder is ook nog een keer met Timo's moeder geweest. Maar ja, toen wou ze dat. En dan zou er ergens een crossbaantje of een klein skateparkje komen. Maar ja, nu hebben ze dus weer heel een pand verbouwd. Waardoor ik denk dat er gewoon een miljoen, denk ik wel zeker, daaraan is besteed. Wat ik wel jammer vind eigenlijk, want een skatepark, dat is nog niet eens een miljoen, denk ik. Een gemeente zoals Aalten heeft een skatebaan, heeft een park, heeft een beetje een plek waar jongeren heen kunnen. En Lichtenvoorde niet. Wat zouden jullie de gemeente in Lichtenvoorde graag willen zeggen? Het liefst hebben wij natuurlijk gewoon zo snel mogelijk een skatebaan. Dat is wat ik zou willen zeggen. Ja, het zou wel fijn zijn. Ja, nou, we hebben het over politiek en daar gaat eigenlijk niks heel snel. Dus als jullie nou een statement willen geven, ik geef mijn microfoon even door. Iedereen van jullie mag nou heel even een statement, 2, 3, 4, 5 zinnetjes, hou het netjes. Gericht aan de politiek, gericht aan de burgemeester of weet ik veel wat, iemand in de gemeente Lichtenvoorde. Wat jullie willen zeggen? Gewoon een fatsoenlijke skatebaan, dat zouden wij fijn vinden. Dus... De camera is daar. Oh ja, sorry. Maar dat zouden wij fijn vinden. Dus ja. Dat. Ja, gewoon een plek waar jongeren zoals ons kunnen fietsen en skateboarden of wat dan ook. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Het liefst gewoon een skatebaan. Dat is het. Ja. Nou, ik zou het erg op prijs stellen als ze ook aan onze jeugd, laten we zeggen, onze types zouden willen denken en een skatebaantje zouden willen plaatsen in Lichtenvoorde. Oh, ik zou het ook waarderen als wij een crossplekje hebben, dat ze die niet meer plat gooien en of gewoon een skatepark voor ons bouwen. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. En
dat het toch ook zo fijn zou zijn dat het ook zou kunnen komen als de mogelijkheid er is. Want dan hoef ik ook niet meer zo ver te fietsen of geld te betalen voor een treinkaartje. Dus ja. Ja. Nou, beste politici, overal, in elke gemeente. De jeugd heeft gewoon een plekje nodig. En er zijn dan wel voetbalvelden en dit soort dingen. Maar nou, laten we eerlijk zijn, niet iedereen is gediend van te voetballen of zo. Er zijn ook andere hobby's, zoals skaten en BMX'en en dit soort dingen. Zo heeft iedereen heeft een eigen plekje verdiend, denken wij ook. En wij laten jullie nu nog een beetje je gang gaan. En nou, ik ben wel benieuwd wat jullie zo voor trucjes hebben en wat jullie ons zo alles kunnen laten zien. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Om even te bewijzen waarvoor jullie dus dan eigenlijk een plekje nodig hebben. Maar om dan eens keer nog iets anders. Zoiets is eigenlijk bedoeld als skatebaan. En niet om, ja? Nee, het is niet bedoeld om te hangen. En voor de BMX'ers en zo, voor de crossers onder jullie, ja, is eigenlijk ook nog een beetje iets anders nodig dan dit. Maar aangezien ligt er voor de geen eigen plek voor de fietscrossers en BMX'ers heeft, komen zij in Aalten. Dus ligt er voor de, ga er iets mee doen. Ik kan er overheen rijden, maar ook niet. Dat is toch ook al wat? Nou, nou gaan we afgevallen. Jules, ga dat ding gaan. Kijk er, denk ik. Okay.